de sjaal met de kleuren van FCG. FC Groningen heeft een nieuwe algemeen directeur. Al in april werd duidelijk dat Frank van Mosselveld de opvolger is van Wouter Gudde. Hij tekent voor 5 seizoenen en werd vandaag aan het publiek gepresenteerd. Ja, heel mooi en ook redelijk hectisch. Ik heb natuurlijk 18 jaar bij RGC in allerlei functies gewerkt. Overwegend kwamen mensen zich bij mij voorstellen en vanochtend moest ik voor het eerst heel veel handen schudden en heel veel voorstellen. Dus dat was, was leuk en tegelijkertijd ook nieuw. Van Mosselveld was de afgelopen 7 jaar de directeur van RKC Waalwijk uit Brabant. Met die relatief kleine club speelde hij de afgelopen 5 jaar in de Eredivisie. Tijd voor een nieuwe uitdaging. Dan ga je op een gegeven moment ook voor jezelf kijken van oké, welke club zou nou een mooie stap kunnen zijn om in je carrière weer verder te ontwikkelen en een volgende stap te zetten. En ja, als je dat lijstje gaat maken, dan blijven niet heel veel clubs over. Omdat ik altijd als voorwaarde ook hanteer van oké, wat voor mensen ga je mee samenwerken? Hoe zit de club in elkaar? Ik denk met het omland en de potentie die er is. En de geweldige jeugdopleiding waarvan we nu de eerste talenten natuurlijk in de eerste helft al zien. Maar waarvan er ook nog heel veel aan zitten te komen. Ja, daar wordt mijn hart wel vrolijk van. En daar wil ik heel graag leiding aan geven. En op het moment dat dan zo'n club je vraagt of je directeur van FC Groningen wil worden, dan is dat op die manier en sportief geen moeilijke keuze. Voor de Raad van Commissarissen van FC Groningen was Van Mosselveld de beste keuze. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel namen die wij niet zo voor de bril hebben en misschien wel heel geschikt zijn. Dus daarom hebben we hem ook gewoon online gezet, zeg maar, een open vacature. En we hebben een aantal mensen zelf benaderd. En al heel snel kwam Frank daar wel op 1 te staan, zeg maar. Dus dat uiteindelijk gelukt is, zijn we heel erg blij mee. En wat maakt hem nou de geschikte directeur voor FC Groningen? Ja, wat ik zojuist ook genoemd heb, hij is natuurlijk al 7 jaar, is hij al directeur. Hè? Dus hij heeft ervaring, hij heeft dat bij RKC laten zien. Nou ja, die is dan gelukkig ook in de Eredivisie gebleven. Hè? Dus je hebt altijd een klein nadeeltje als je dan wel weer teruggaat. Maar hij is dus van de Eerste Divisie heeft hij een organisatie gebouwd die nou gewoon meedraait in de Eredivisie. Dus dat zegt natuurlijk wel iets over Frank. En, nou ja, hij is topsporter geweest, hij kent de voetbalwetten. Dus we zijn er heel content mee. Van Mosselveld begint vandaag officieel, maar had al nauw contact met mensen bij de FC. Bijvoorbeeld rond de komst van de nieuwe doelman, Etienne Vaassen, die bij RKC speelde. Ja, het mag duidelijk zijn op het moment dat je dan een seizoen eindigt, ergens eind mei. Dan word je al in het werk gezogen en wil je ook graag betrokken bij zijn. En op het moment dat je dan een bijdrage kan leveren in het binnenhalen van bijvoorbeeld Etienne Vaassen, ja, dan zou het heel raar zijn als ik dat niet zou doen. Dus met een aantal mensen heb ik al vrij nauw contact de afgelopen weken. En supporters willen natuurlijk dat je direct nu gaat helpen om de contracten van Valente en Schreuders te verlengen. Ga je dat ook doen? Daar is me wel alles aan gelegen om Jorg en Luus bij ons te houden. Dus die voortekenen zijn goed en als ik daar mijn bijdrage aan kan leveren, dan is dat prioriteit nummer 1 absoluut.